doe hier eigenlijk aan mee omdat ik gewoon heel belangrijk vind dat, dat het verhaal wat wij als boeren hebben, dat dat gewoon zo breed mogelijk uitgedragen wordt. En dat iedereen ook zich bewust is van wat wij doen. En ik ben ook heel benieuwd naar hoe de consument naar het voedsel kijkt. En ja, ik heb vandaag ook echt gemerkt dat mensen heel geïnteresseerd zijn in hoe dingen geproduceerd worden. Ja, duurzaam, vernieuwend. Vraag het aan 10 mensen, je krijgt 10 verschillende antwoorden. Een weg van de toekomst is voor de een landweggetje wat je eigenlijk nauwelijks ziet in het groen. En voor de ander is het een weg met allemaal technische gadgets. Kortom, vraag het 10 mensen, je krijgt 10 verschillende antwoorden. En waar die ontwerpers erg goed in zijn, is om een manier te vinden om zo'n probleem heen te lopen en dat min of meer in de rug aan te vallen. Wie ben je en wat heb je hier zojuist gedaan? Ik ben Michelle Baggerman, ik ben vormgever en ik heb hier zojuist een lezing gegeven over erfgoed en design. Omdat erfgoed in mijn werk vaak een belangrijke rol speelt. En we hebben hier de hele middag ook gepraat over hoe kunnen erfgoed en design dichter bij elkaar komen. Met mensen die in de erfgoedsector werken, mensen die bij gemeentes werken en ontwerpers, dus creatieven. Oh yeah, all right. Yeah. Come on. Nu werken hier vandaag de dag meer dan 100 ondernemers in de creatieve industrie. Het is een logische thuisbasis voor de Dutch Design Week. Aan mij de grote eer om nu de envelop met het zegel van Erfgoed Brabant nog gesloten te openen en u te bekennen, bekend te maken dat de winnaar van, zo doen ze dat op tv altijd, de eerste erfgoedprijs van Brabant is het project Hip Ambacht, de 9 straatjes van Breda. Nou ja, wat de mensen net ook al voor me zeiden, van dat landschap, dat is niet alleen maar functioneel, dat is ook cultureel. Hè, dat is eigenlijk onze tweede taal, onze tweede huid. Ja. Nadenken zoals je hier ziet over wegen, niet alleen maar als puur infrastructuur, maar ook kan het poëtisch, kan het mooi, kan het verbeeldend, kan het innovatief zijn. We dance from the heart. We move to the beat. Our heartbeat resonates all over the world. Die muziek is het antwoord. We moeten niet proberen die jongeren naar onze wereld te trekken. We moeten hun wereld betreden. En music is the key. Welkom allemaal. Ik weet niet of ik nog heel veel moet zeggen na zo'n daverende entree. Ik had hem nog niet gezien, maar ik vind het indrukwekkend. Je gaat je bijna afvragen van wat moet zoiets saais als een provincie op zoiets dynamisch als een Dutch Design Week. Nou, op zich ligt dat misschien niet helemaal voor de hand, maar wat mij betreft in Brabant wel. Wij zijn hier in Eindhoven te gast in de slimste regio van de wereld. Dat is niet voor niks. Volgens mij zijn we ook te gast in een van de meest innovatieve provincies van toch in ieder geval Nederland. Een provincie die problemen definieert als uitdagingen die niet bij de pakken neer gaat zitten en die bij op allerlei terreinen probeert nieuwe oplossingen te vinden. Brigitte, waar toosten we op tot slot? Partnership en design thinking voor alle Brabanders. Nou, dan mag u de glazen naar elkaar toe bewegen. U toost de fotograaf, zorgt dat u het op de foto krijgt. Met uw applausje, dank u wel voor deze kick-off. Ja, dank u wel. Oh, met applaus. Daar is hij dan, lukt het jongens? Want ik hoorde daar straks meer dan 1 miljoen tweets. Ja, dat is, het speelt dus maatschappelijk. Dus je kunt het je helemaal niet veroorloven om het los te laten. Oké, dus de uitwerking van dit idee gaat gebeuren door het bijeenhouden van deze verschillende groepen. Begrijp ik dat goed? Of? Ja, we hebben al heel veel groepen. Hè. We hebben al industrie, we hebben de ZLTO, dus de landbouworganisatie, de provincie, de gemeente. Maar het onderdeel design, die gaan we nu gewoon fundamenteel erbij betrekken. Om te kijken of ze ons permanent kunnen helpen met nieuwe ideeën. Misschien moet je wel een designer aan een boer aanbieden op het moment dat je een stal moet gaan bouwen. Of een stal moet herontwerpen. Dus ik weet nog niet precies hoe, maar ik weet wel dat we het gaan doen.